af. Ik heb binnenkort een expositie in mijn restel van mensen die minder goed kunnen zien. Zeg ik het zo goed? Ja, minder goed of niet kunnen zien. Daar zit veel verschil in. Dat noemen we in het algemeen mensen met een visuele beperking. Okay. Ja. Is dat de eerste keer dat jullie gaan exposeren? Nee, nee. Ik ben in 2008 begonnen met cursussen geven aan mensen met een visuele beperking. En op een gegeven moment deed dat bij een organisatie, dat werd wegbezuinigd. En toen ben ik het project Zie je wel begonnen. Zie je wel voor non-visuele kunstbeleving. En in 2010 hadden we de eerste tentoonstelling, waarbij we de belevingswereld van de makers, kunstenaars, amateurkunstenaars, doet er niet toe, makers. Die belevingswereld is natuurlijk heel bijzonder en die willen we graag delen aan mensen die wel zien en er eigenlijk nooit bij stilstaan hoe het is om blind met kunst bezig te zijn. Hoe ben je eraan begonnen? Want het is een heel specifiek werk wat je dan doet, hè? Ja, ik heb de kunstacademie gedaan ooit. In 1999 was ik daarmee klaar en ik had toen een relatie met een slechtziende jongeman. Die relatie is ook al lang weer uitgegaan, maar toen ik voor mezelf begon in 2018 met... Nee, 2008. Toen ik voor mezelf begon in 2008 met Studio Xplo, dacht ik ga me specialiseren voor die doelgroep ook. Omdat het, alle dagelijkse dingen zijn al heel moeilijk om te doen. Dus laat staan, iets creatiefs. Hè? Dat is wel een uitdaging, hè? Ja, voor mij was het eigenlijk een beetje vanzelfsprekend. Want als je met iemand hebt samengewoond, dan kom je van alles tegen. En toen dacht ik, je kunt schilderen met materiaal, je kunt schilderen met je vingers. Waarom zou je dat dan niet blind kunnen? Nadina, mag ik jou even storen in jouw schilderwerk? Het mag wel even. Gelukkig. Hey, jij bent verreweg de jongste van deze club, van jullie schilderclub, denk ik, hè? Ja, het valt wel mee. Ik ben al 33, dus... Een jonge blond dus. Hey, je bent bezig met een draak. Yes. Hoe ben je daartoe gekomen om een draak te schilderen? Ik doe naschilderen van één tekening, dus het is niet zelf bedacht, maar... Alleen maar wel zelf geschilderd? Ja, wel zelf geschilderd, ja. Heb je het hier naar je zin in deze schilderclub? Jazeker, ja? Het is zeker leuk. Ja, leuk hobby. De meesten hebben een maatje. Werk je ook wel eens met een maatje die jou op sommige dingen helpt? Niet echt. Af en toe komt mij iemand wel helpen als ik moet echt iets uitknippen of zo. Maar meestal doe ik dat ook zelf. Ja, ja. Maar eigenlijk niet. Zoveel mogelijk zelf doen? Zoveel mogelijk zelf doen. Okay. Natuurlijk af en toe een klein beetje hulp. Maar, Hey, schilder lekker verder. Dank je wel. Jullie zijn een clubverband bezig op Tovik, hè? Ja. Kun je daar iets van vertellen? Hoe lang zijn jullie bezig? Wat voor mensen zijn er? Zijn ze in de naaste omgeving woonachtig? Vertel eens. Ja, dus ik ben dus in Breda begonnen met die cursussen in 2008. En er is nog iemand die van begin af aan bij de club zit. En ondertussen zijn er wat mensen gekomen en gegaan. In 2010 ben ik dus zelfstandig met die club doorgegaan. En het is ook wel heel bijzonder tijdens de lessen, omdat de mensen dingen van elkaar herkennen natuurlijk. Ja, bij een andere cursus zitten meestal geen mensen met een visuele beperking. Dus er wordt ook wel gepraat over dingen, hè, frustraties of dingen die gebeuren, omdat er gewoon veel herkenning is. Ook, ik weet niet of dit heel veel met de expositie te maken heeft, maar omdat de maatschappij, ik denk het wel, omdat de maatschappij vaak ook niet begrijpt wat het inhoudt om niet of slecht te zien, kunnen ze wel eens bijvoorbeeld uit onwetendheid betuttelend reageren. En eigenlijk zijn bepaalde reacties ook wel weer inspiratie om een uitlaatklep te hebben en daar iets mee te doen of zo. Maar ja, ben je van de geboorte af blind of slechtziende? Ja, ik ben van mijn geboorte af slechtziend. Ik heb een progressieve oogaandoening. Dat houdt in dat ik ben slechtziend geboren, maar als kind zag ik 20 keer zoveel als nu. En dat houdt in, ik heb nooit meer als een kleine 20% gezien. Dus bepaalde begrippen zijn voor mij abstract, maar misschien dat ik dat straks even uit kan leggen. En nu heb ik nog een restvisus van 1-2%. Dus ik heet maatschappelijk blind te zijn. Dat houdt in, ik heb
zo weinig restvisus dat ik daar niks meer mee kan. Een aparte moeilijkheid lijkt me om een bepaalde voorstelling te krijgen van een landschap, een boom. Dat is voor ons vanzelfsprekend. Maar ja. Voor jou niet, hè? Nee, voor mij is het niet vanzelfsprekend. Ik zei je zojuist al, ik heb wel beter kunnen zien. Dus in het verleden kon ik toch nog wel plaatjes bekijken en zo. Dus dan krijg je toch een bepaalde voorstelling hoe een boom er in het echt uitziet. Maar ja, je kunt eigenlijk alleen tot de stam komen. En veel hoger kun je natuurlijk niet aanraken. En, maar een boom zal dus ook bij mij niet een boom zijn zoals het voor een ziende een boom is. Ik heb er een bepaalde voorstelling van. En die voorstelling, die vertaal ik dus naar een tekening of een schilderwerk. Ik ben benieuwd hoe jij dat aanpakt om les te geven aan mensen die beperkt zijn in hun gezichtsvermogen. Ja, ik ben toen ik begon was het ook een beetje freewheelen, zeg maar. Dus de ene die ziet niks, maar heeft ooit wel gezien. De ander is blind geboren. De ene die ziet nog wat en die heeft extra licht nodig. En voor de ander is extra licht irritant. Dus het is echt heel erg één op één aftasten wat iemand nodig heeft en wat ze willen. Willen mensen een visueel plaatje maken? Want we leven in een visuele wereld. Wil je iets communiceren? We leven met beelden in ons hoofd, in ieder geval de meeste mensen. En mensen die ooit gezien hebben, die willen graag ook die beelden nog vasthouden of vastleggen en overdragen. Er zijn blinde mensen die dus heel visueel werken, maar er zijn ook mensen die heel intuïtief werken en vanuit de techniek iets laten komen. Dus het is heel erg individueel, heel verschillend. Ja, er is ook niet van we gaan nou met z'n allen dit doen. Het is echt één op één. Jofke die heeft een methode ontwikkeld en die heet Tactila. En daar heeft zij dus de kleuren vertaald in voelbare structuren. En ik wilde wel heel even proberen uit te leggen aan de hand van de kleurenschijf. Ik ga even proberen om duidelijk te maken. Geel bijvoorbeeld. Dat is een stof gekozen met beharing. Want geel heeft als eigenschap een hele stralende kleur te zijn. Dus die komt naar voren. Als je gaat schilderen, dan, als je geel gebruikt, dan springt het geel eruit. Zo'n borsteltje zijn het. Ja. Dus dat is een stralende kleur. En dat kun je heel goed onderscheiden. En dat is één van de drie primaire kleuren. En dan heb je dus blauw. Dat is de tweede primaire kleur. Dat is een koele kleur. Dus is er gekozen voor hele gladde stof. Heel steriel. Glad. Ja. Koel. Water. Hè? Ja, als je blauw dus associeer je het meteen met water. Ja, klopt, ja. En dan heb je magenta. Die zit hier. En dat zijn dus drie primaire kleuren. Maar als je nou een groen wil krijgen, dan ga je geel en blauw mengen. Dus dit is het groen, daar komt het harige van het geel terug en het meer gladde van het blauw. Dus met andere woorden, jullie maken de kleuren voelbaar. Ja, de kleuren worden op die manier voelbaar gemaakt. En zo is de kleurentheorie, je hebt dus de primaire en de secundaire kleuren. En het is misschien ook wel heel grappig om te vertellen, hier hebben we allemaal een maatje, hoor, noemen wij dat. Iemand die goed kan zien, is een vrijwilliger en die helpt ons met bepaalde dingen. Die soms toch wel een beetje lastig voor ons zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld over het mengen van kleuren. Ja. En Jofke die heeft dus de kleuren, daar heeft zij Tactila stofjes op geplakt. En dan kan ik voelen, oh dit is geel, dit is rood, dit is magenta. En als ik bijvoorbeeld een bruine kleur wil hebben, een lichtbruine kleur, dan zeg ik tegen mijn maatje, dan heb ik nodig blauw, want blauw zit in de kleur bruin. Ik heb nodig geel en ik heb ook nog die derde kleur nodig, magenta. En dan is het een beetje afhankelijk van, moet je lichtbruin of donkerbruin? Bij het een moet je meer geel, bij het andere moet je meer blauw. En vaak zeg ik tegen mijn maatje van, je moet meer blauw gebruiken. Je moet meer geel gebruiken om die kleur te krijgen. En dat vind ik op zich eigenlijk best wel heel leuk. Want die mensen zien goed en ik ga ze uitleggen hoe ze de kleur moeten mengen. Ik
Ik heb in mijn vakantie soorten zeewier verzameld. En lijkt me leuk om aquablauw daarvoor te gebruiken. En dan ga ik blauw mengen met wit, want dan krijg je aquablauw of een lichte waterkleur. Dat vind ik leuk. Dus op de potten zitten de stickers van het kleurensysteem van Lisanne. Van Lisanne, dat is mijn dochter heet Lisanne, van Jofke. Ja. En die heeft ze op de potten, dus ik kan gewoon voelen welke kleur er in welke pot zit. Ja. Dus ik pak nu blauw. Blauw, ik weet niet waar de camera is. Dan moet ik even kijken of ik dat open krijg, want normaal hebben we een maatje. Zal ik eens? Oh, ja, kan zeggen, anders zal ik voor een maatje spelen. Dan, en we doen al... Oh, ja, dan krijg ik eerst niet eruit, natuurlijk. Hij wil niet hard, hè? Nee. Ja. Oh, zit er al op? Ja. Kijk. En dan zoek ik wit op. Nou ja, dat is deze. Die zit vol, dus dat gaat vast makkelijker, maar dan weet ik niet of het aan mijn vingers zit, dat die geen wit in de pot komt. Hè. Doe ik op een ander plekje. Ja, ja, zit er net naast. Goed zo. Oh, echt? Ja. Daar zijn de maatjes dus belangrijk voor. Oh, oh wel op het bordje nog. Ja, ja, nou, net naast het blauw. Ja, nee, dan is het goed. Dan pak ik even een ander bordje om te mengen. Dus dan, ja, dan zoek ik hier wit op dan. Dat is waarschijnlijk de grootste klodder. Of niet? Dat is blauw, ja. Dat is blauw. Zo, dan doe ik op een ander bordje mengen, want dan komt er geen blauw door het wit, is de bedoeling. Nou, dan ga ik lekker kliederen. Dat is fijn, hè? Ja, dat vind ik echt het leukste. Dat is alleen al een genot. Ja, dat vind ik wel. Dankjewel. Ja, daar achter me. Esther, mag ik even storen? Ja. In jouw werkzaamheden? Ja, dat mag. Jij bent een vaccinelichtje, denk ik, aan het afdrukken, hè? Ja, dat klopt. Ja. Komt er straks ook nog kleur bij? Bij deze niet. Dat is bij mij heel verschillend. De ene keer wel kleur, de andere keer geen kleur. Er zit wel een beetje kleur in, hè? Moet je me even helpen, geel, ja. Dit is al een oud doek, dat heb ik verknipt en daar was ik niet tevreden over en nou heb ik het weer opgeplakt en nou ga ik dit, de rest van het doek ga ik eigenlijk weer bestempelen. Ik werk altijd met materialen, dat kan ik voelen en soms gebruik ik alleen de afdrukken, maar ik heb ook doeken waar het materiaal nog op zit, hè, dus zodat je nog kan zien van welk materiaal ik gebruik heb. En ja, dat is eigenlijk al heel lang mijn werkwijze. Ben je al lang bezig hier bij de club? Zal ik maar... Ja, 15 jaar misschien wel. Zo. Hij is niet altijd in dit atelier geweest, nee, maar ik heb Jofke al leren kennen bij Koninklijke Visio. Ja, dat is revalidatie en advies voor mensen met een visuele beperking. Ja. En daar was het eigenlijk om te gaan kijken, wat kan je als visueel beperkte, wat kan je voor hobby's gaan doen? En wat was jouw motivatie om nou net het schilderwerk te kiezen? Ik kreeg het aangeboden. Dat was een van de dingen van probeer het maar eens uit. En ja, ik was gelijk verkocht. Ja, was je zo lang bezig. Ja, ik vind het heel leuk om met mijn handen te werken. Je gaat helemaal uit je hoofd. Ja, ik vind het lekker om te kliederen en dan maar te kijken wat het gaat worden. Zo zeg ik, ik klieder lekker verder. Oké. Okay. Ik had ze een grappige zeewier had ik nog nooit eerder gezien, eigenlijk ook niet. Ja. Dus ik dacht, hier kan ik misschien wel mee schilderen. Dus dan ga ik de verf aan het zeewier doen. Er zit toevallig ook een schelp aan, dat kan ik mooi als handvat gebruiken. Ja. Dit is denk ik het papier. Dan ga ik gewoon drukken weghalen. Weghalen. Geen idee of het effect heeft dat er verf opgekomen is, maar dat doet mijn maatje altijd vertellen.
dan... Lekker een beetje korrelig zo. Oh ja, oké. Okay. Ja, er zit ook zand in, dus van het strand. En misschien een keertje rollen. En dan kijken we meestal samen van of dat ja, nou, effect die laatste is heel mooi. Kijk, en waar... Er zit ook veel wit in van papier, snap je niet? Ja, dat, ja. Een andere is misschien is... dicht gebleven. Ja, die is dicht ja, met, ja. Van verf. Ja. Hoe leg je in godsnaam begrippen uit van kleur, compositie, vorm? Dat is voor ons heel normaal, vanzelfsprekend. Ja. Maar ik denk dat het hier een klein beetje moeilijker ligt. Dat klopt. Zeker als iemand nooit gezien heeft. Wat is dan kleur? Hè? En wat is diepte als je maar tot hier kunt zien of maar door een gaatje kijkt? Dan ken je het principe van perspectiefisch kijken niet. Dat is ook eigenlijk heel raar hoe wij de ruimtelijke wereld vertalen naar een plat plaatje. Onze hersenen die vertalen dat met schuine lijnen. Ja, dat is eigenlijk abracadabra als je dat niet kunt zien. Dus wat ik doe, ik ben best inlevend. Dus ik probeer in te leven in hoe dat dan is als je... Ja, dat gaat niet, want ik heb beelden. Hè, maar ik probeer te verdiepen in de beleving van de persoon die ik voor me heb. En hun manier van communiceren is horen. Hè, dus je kan praten. Maar je kunt praten over dingen... Maar dan blijft de theorie, dan blijft het in je hoofd en dan blijft het een verhaal. Je moet de dingen eigenlijk laten voelen. Als je beeld laat voelen, dat is een taal, zeg maar. Dan komt de informatie beter binnen en dan wordt het begrepen. En dan krijgen ze ook een beeld. Misschien niet een plaatje, maar een tastbaar beeld. Zo kan ik visuele informatie begrijpelijk maken en soms ook letterlijk een beeld creëren bij de mensen over... Of een beeld voelbaar maken. Voelbaar maken, ja. Dus een beeld vormen hoeft niet een plaatje te zijn. Dat kan dus een voelbaar beeld dan zijn. Heb je een heel speciaal materiaal voor zelf ontwikkeld of je gebruikt het in ieder geval? Ja, kun je er iets meer van vertellen? Ik heb een kleurensysteem ontwikkeld en daarbij heb ik de visuele eigenschappen vertaald naar voelbare structuren en daar is de kleurenleer in verwerkt. Dus als mensen een schilderij, een bestaand schilderij voelen, bijvoorbeeld een Van Gogh of een Mondriaan, dat wij dan vertaald hebben in dat systeem, dan voel je de gelaagdheid, want dat kun je in lagen plakken, die materialen. Je voelt ook de sfeer van kleuren, omdat koele kleuren, warme kleuren, stralende kleuren, dat heb ik allemaal in de structuur gezet. Dus mensen voelen een sfeer van een schilderij zonder het te kunnen zien. Ze voelen compositie, waar zit welke kleur? Waar zitten grote vlakken, waar zitten details? Dus ze zien het plaatje niet. Het is ze, vind ik ook een beetje moeilijk hoor. Maar hè, je kunt het plaatje niet zien. Het is ook heel moeilijk om van veel details één beeld te vormen. Maar je kunt wel een sfeer meegeven. En ik wil ook niet zeggen dat dus... de visuele, dat vind ik dus eigenlijk heel belangrijk. We leven in een visuele wereld en dat is de standaard. En... ik vind het heel belangrijk dat we dus oog krijgen voor andere manieren van waarnemen. Corrie, jij bent hier lekker bezig. En het aparte bij jouw werk is dat het zowel ruimtelijk is als schilderen. Hè? Ja, dat is waar. En wat mij ook opvalt, je hebt een maatje bij je. Kun je vertellen wat jouw maatje voor jou betekent? Nou, mijn maatje, daar vertel ik tegen wat ik wil doen. En dan is mijn maatje af en toe gefrustreerd, want die denkt van, wat denkt ze nou in godsnaam weer? En daar kunnen we gelukkig goed mee lachen samen. En wat ik dan aan mijn maatje bijvoorbeeld vraag van, welke kleuren zouden er goed bij passen? En dan probeer ik een beetje aan de hand van haar verhaal mijn eigen kleuren te kiezen. En ik leg dus uit wat ik maken wil. Want dit is bijvoorbeeld het schilderij wat rots op een eiland. En dat is naar aanleiding van Simon & Garfunkel, I'm a Rock on an Island. En daar hebben we dus bedacht van, er moet zee komen, er moet een eiland komen. En we hebben geëxperimenteerd van, hoe maak je nou rotsblokken? Dat hebben we van papier maché gedaan, met schuurpapier er nog overheen.
En nou, dat zijn dus best aardige rotsblokken geworden. Hè? Zij helpt jou dus met het materiaal en technieken. Ja. Maar ik denk dat er nog veel meer gebeurt. Want ik neem aan dat jij een vast maatje bent van Corrie. Ja, dat klopt. Corrie wilde op een gegeven moment een vast maatje hebben, omdat ze van tevoren wel met verschillende mensen werkte. Maar het is toch wel prettiger om een vast maatje te hebben, want dan raak je wat makkelijker ingespeeld. En gelukkig kunnen wij het wel met elkaar vinden, of niet? Ja. Ja. Nooit geruzie gehad. Altijd. Iedere cursus weer. Ja, wat moet je nou toch weer? Enfin, wij kunnen gewoon goed met elkaar optrekken. Dus dat is een geluk bij een ongeluk. Ja. Dat is ook maar de vraag. Je hebt, denk ik, mij heel erg nieuwsgierig gemaakt naar jouw expositie, als ik dit zo allemaal aanhoor. Ja. Even wat zakelijke dingetjes. Wanneer kunnen we jullie verwachten in Moresel in de verdieping? De tijden, kun je daar meer van vertellen? Ja, de eerste drie weekenden van september, dus vanaf 5 september, de zaterdag en dan drie weekenden, zijn we van 11 tot 5 geopend. En omdat we nu geen grote groepen willen ontvangen, laten we de mensen reserveren op studioxplo.nl, dat is de website waar de cursussen worden gegeven, is een agenda. En als je op die agenda kijkt, dan vind je een pagina over de expositie. En er is ook een linkje om te reserveren. Dan willen we kleine groepjes per half uur binnenlaten, zodat het mooi verdeeld is over de ruimte. Zijn er ook mensen aanwezig die de werken zelf gemaakt hebben, dat ze die eventueel kunnen toelichten? Ja, sowieso op de eerste dag, de openingsdag. En iedere dag willen we en een aantal ziende gidsen. En ja, wie kan, hè, dan moeten we even kijken wie allemaal beschikbaar is. Ook makers erbij hebben en die kunnen vertellen over het werk. Ja. En mensen worden dus rondgeleid. En het is ook heel leuk als je dus goed ziet en je wil je verdiepen in hoe je nou dus blind naar kunst kunt kijken. Dan kun je een blinddoekje opdoen. Er is een gidslijn, dus er wordt met een touw en paaltjes wordt er een hele route uitgestippeld. Waarbij je dus blindelings door de expositie kunt. We hebben een audiotool gemaakt, dus die kun je met de QR-reader kun je code scannen. En dan wordt er bij ieder werk een verhaal verteld. Er staat ook in gewoon geschreven tekst en een beetje in braille een samenvatting bij al het werk. Dus je kunt op verschillende manieren die expositie doorlopen. Nou, ik hoor het wel, het wordt een hele bijzondere expositie. Ja. Alvast veel succes. Dankjewel. En komt het op de expositie straks, dit schilderij? Deze niet. Nee. Nee, ik heb op de expositie Locked In. Dat is een verhaal over... Je kunt wel eens zoveel willen en dat je een lichaam hebt wat tegenstribbelt. En daar zit je dan in gevangen. En daar zou je uit willen, zeg maar, hè, van, om je plannen waar te maken. Dat heb ik wel eens, dat ik denk van, als ik nou eens niet zo aan een rolstoel vast zat of niet aan blinde ogen, dan zou ik zoveel willen. En ja, dat is af en toe frustrerend dat... Dus dan voelt dat lichaam soms als een gevangenis voor mij. En dat heb ik in dat schilderij uitgebeeld met een kapotgeslagen spiegel die tussen draden gespannen is. Ja, ik denk dat het een heel mooi thema is. Heel toepasselijk is. Ik ben benieuwd. Oké. Dus in september kunnen we het allemaal gaan bewonderen. Ja. Ik zou zeggen, en vandaag lekker werken. En niet te veel ruzie maken. Oh, okay, maar dan is het niet meer leuk. Hoor bij ons. Kibbelen. Ja, vooruit, Corrie. Wat moeten we nou doen? Eten misschien, ik weet niet wat het is. Van deze moeten we ons zien. Thank you.